Ik vind het heel erg goed dat de koning dit soort dingen doet. En ik vind het heel erg goed dat de koning bij verrassing naar het Mandela-huisje is gegaan om daar de iftarmaaltijd te doen. En ook met de mensen te praten. En ik doe zelf ook verschillende iftarmaaltijden. Ik heb er eentje gedaan nu. Ik doe in de maand Ramadan doe ik er een stuk of 3-4. Om ook in verbinding te zijn. En waar ik steeds meer achter kom, is in eerste instantie denk je bij de Ramadan, als je niet opgevoed bent met de Ramadan, denk je dat het met name is het niet eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang. Maar hoe meer ik dichterbij kom, zie ik dat het ook een hele spirituele maand is. Een maand Ramadan is ook een nieuw begin voor mensen. Of het achter je laten wat het oude is en doorgaan naar het nieuwe. De maand Ramadan is ook heel veel verbinding met je familie en met je vrienden. Want je breekt het vaste na zonsondergang. Dat zijn maaltijden die je samen doet. Saamhorigheid is heel erg groot. In de maand Ramadan wordt ook ontzettend veel geld opgehaald voor goede doelen. Dus het is, behalve het vasten, is het ook een hele spirituele beleving. En ik vind het mooi dat de Hagenaars die de Ramadan in acht nemen, dat die dat ook met ons allemaal willen delen en dat je daar onderdeel van mag zijn.